de beurt hier alweer. Wat we hier toch eigenlijk is dat we alles coördineren letterlijk wat op de bühne gebeurt. Dus zodra dat in dit geval vrouw de Wal uitstapt op een catwalk of eigenlijk een docking station, dan is het mijn verantwoording. Dus zowel voor crewmeesken, artiesten, het hele schema, het hele draaiboek eigenlijk, zodat het bedacht is door de creatieve meesken. Het wijsje dat wij maar de technici tot uitvoering brengen. Hoe monitors dat? Letterlijk gewoon heel veel keertjes zien met je portefeuilles, telefoontjes, hele schema die we handhaven. En letterlijk heel streng soms ik wijs dat alles echt letterlijk in het kanaal erin. Maar misschien is het leuk dat we het even Shell litten. Dan rennen we ik even de bühne op. Het is er wel wat lawaai waarschijnlijk, maar dan hebben we meestal thuis ik een idee. Kom maar dan, kom maar mij aan. Ja, we zijn natuurlijk eventjes op een zeer exclusieve gelegenheid. Want je komt normaal net. Nee, op het moment is Vanger Ildersson spelen. Die heeft het krek het stokje om van Stef de Campo, die het van Niels Geusbroek om het. Nou ja, we kennen ook krek het publiek en alles in de hele ambiance even van de andere kant. En dit is dus wat wij opbouwen en hier de hele changeovers hebben. Dus had je maar in dan rennen we even achterlangs. Dus je hebt namelijk dat Stef de Campo is ondertussen al de kleren ontsteen om de set direct weer over te nemen van Vanger Il. Succes, Tim! Dankjewel. En hierachter zit dan natuurlijk ook onze cameramensken in. Ja, nou inderdaad. Ja. Je collega's die binnen ondertussen de zikken aan het werk. En die, nou, die ben ik niet verantwoording. Die sturen wij dus ik om. Maar namelijk dingen die wij graag hol of net zuggen. Inderdaad, dat ze in het totaalplaatsje integreerd binnen. Dus echt letterlijk, het is letterlijk zo. Alles wat op de bühne komt, is mijn pakkie, hoor. En wat dat het dan misdoet, als er iets gebeurt, is dan als het denkt van shit, dit mag net. En dan wordt er echt letterlijk ingrepen. En dat is mijn call. De startcall is mijn call. Maar ik raad er iets tijdens de show oppassen worden moet. Hoe liet het ik maar eens een krukje vervangen of een lijntje vangen, een microfoontje hoor. Of een volgorde hoor, een vestje extra, meer of minder. Al die dingetjes, zodra de show start, is het niet vaak Jan. En tot het einde, tot het applaus van het publiek is, op het einde de blommen nu deelt binnen en iedereen met huis daar is. Letterlijk totdat de bühne leeg is, ben ik vrij. En dat maakt natuurlijk extra stil mogelijk dat de mensen er net les van haar die ik aan de kant zitten. Nee, dat klopt inderdaad. Dus wat we nou doen is best wel uniek. Dat hij op een dag als juist maar de Brahms concert eigenlijk dus echt net kent. Je moet het een beetje meer rock and roll. Nou, dan laten we de meeste tussen even maar genieten. Ja, en voor die, wat betekent dit als toen dit je dwang is? Ja, dat is natuurlijk uniek. Ik bedoel, we hebben hier zo'n prachtige ambiance. Ik weet niet dat de camera het Shell litten kent. Iets wat les, maar het lacht erbij nou. Maar we hebben hier het kanaal, we hebben hier de wenningen, de grachtenpandjes om ons heen. Een bühne wat je midden in dokken blijft, met fantastische artiesten. Dit is echt uniek. Dit wordt een plaatsje voor de comedy in de wijze. We hebben echt een we ook iets moois van Maitje, wat we echt wel vast houden. Er zijn fantastische artiesten, één daarvan is wat mij betreft heel erg ondergewaardeerd, hè? Ja, ik vind eigenlijk dat Jim Hubert eigenlijk ik nog even moet interviewen. Hij heeft juist een mooi orkest en alles fantastisch samenspeeld. Het is echt een multitalent. En die verzint het echt wel even een diepte interview. Het is een fierce en hij kent zo'n soort dingen. Maar het is eigenlijk nog vrij onbekend. En volgens mij hier in Dokkemik. Dus ik vind echt dat hij nog wel even een interview verzinnen. Als het nog even iets van, er mag nog uitdagingen voor Takken hier komen. Wat was dat nog betaald was? Ja, maar daar liet ik nog niks over uit. Maar ik heb inderdaad heel veel uitdagingen. Maar ik deel graag mijn ervaringen en mijn dingen met de organisatie. En het is uiteindelijk aan hun wat ze erbij doen willen en wat mogelijk is. Dus ik ben heel benieuwd wat we volgend jaar zetten.